Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ik kan u nu al vertellen dat het een heel interessant gesprek zal worden, want ik heb twee hele dynamische heren met wie we een beetje een duik in de geschiedenis gaan nemen. 1 juli is Kitty Kotti, afschaffing van de slavernij. Maar in het voorgesprek met deze heren heb ik een heleboel dingen gehoord waarvan ik denk, dat soort dingen heb ik niet op school geleerd. Dus laat mij mijn gasten aan u voorstellen. Aan deze kant heb ik eerwaarde heer Franklin Yabini. Hij gaat straks vertellen welke petten hij allemaal op heeft. En naast mij weer hier de andere eerwaarde heer Edgar Loswijk, dominee en vicepresis van de... Geweest, nou? Wat bent u? Nee, vicepresis geweest. Dominee ben ik nog steeds. Oh, dominee bent u nog steeds. En u bent? Ik ben professor. Ja, professor in de theologie. Ja. Ja, op school leer je 1 juli 1863, afschaffing van de slavernij. Maar nu heb ik begrepen dat eigenlijk we moeten kijken eerst naar het woord slavernij. Wat houdt dat in? Nou, want daar hebben we echt inderdaad nooit bij stilgestaan. Nou, dat zal ik niet zeggen, maar het is voor weinig bekend. De meeste mensen denken, of velen, dat slavernij alleen te maken heeft met mensen van Afrikaanse afkomst. Mm-hmm. Het is niet waar. Slavernij is er overal geweest. Als je de Bijbel leest, welk heilig boek dan ook, zie je dat alle godsdiensten, alle culturen slaven hadden. Maar terug te keren naar de 20e eeuw, de 19e eeuw, is het woord slaaf heeft een shift gemaakt, meegemaakt. Het was eerst verbonden met de Slavische volkeren, die zijn Serven, Tsjechen, ga zo maar, Slowaken. Die mensen noemen we slaven, Slavische volken. Dat is een witte, een blanke etnische groep met bepaalde kenmerken. En deze mensen werden door de Duitsers tot slaven gemaakt. Zo heeft het woord, het begrip slaaf, dat verbonden was aan een etnische groep, een shift gemaakt naar het verschijnsel slavernij. Dus was niet meer voor die bepaalde groep. Waardoor het ook betrekking heeft later, vanaf de transatlantische slavenhandel, ook op mensen uit Afrika. Oorspronkelijk was het niet zo. Dat te maken met een bepaalde etnische groep in Europa. Zie je, hebben we dat ook geleerd. En zonder Afrika zou er geen transatlantische handel zijn? Zonder Afrika geen transatlantische slavernij zoals we het nu of hebben gekend. Hè. Mm-hmm. En dat bedoel ik dat Afrika ook een rol heeft gespeeld. Als de Afrikanen niet hadden meegeholpen, waren hun continentgenoten, landgenoten of stamgenoten waren daar niet meegegaan of waren niet gebracht naar dit deel van de wereld. Ja. Dus oké, nu hebben we verschillende verbanden. Dus u zegt, blanke mensen waren eerst slaven. Want wij gaan er vanuit alleen zwarte mensen zijn slaven. Maar Slavernij heeft te maken met alle volkeren. Chinezen, Javanen, Afrikanen. Dus als je de Bijbel leest, dan lees je over slaven. Bij de moslims, bij de hindoes, overal komen slaven voor. Mm. Mensen die tegen hun wil, als het ware, arbeid moeten verrichten. Een opdracht van een meester. In verschillende vormen is dat. Mm-hmm. Dat je in kolenmijnen moet gaan werken. Dat je aangesteld werd om te passen op de harem van de meester. Alle mogelijke toestanden zie je van slavernij. Mm-hmm. Het is tegen jouw wil door de ander aan jou opgelegd. En dat is een grote lijn. Laten we u dit voorhouden. In Europa had je lijfeigenen en horigen. Lijfeigen wil zeggen, je lichaam behoort aan jouw meester. Horig wil zeggen, je hoort bij een bepaalde plaats te zijn. Laten we zeggen, je woont in Paramaribo. Dan kan je niet gaan zeggen, ik ga naar Kommewijnen. Zonder toestemming van jouw meester. Hij moet je eerst toestemming geven. En vandaar dat men de Europese slavernij in de middeleeuwen, zo even genoemd,
horigen en leef eigenen. Dus ik kan me niet voorstellen, jouw lichaam behoort iemand. Dat. Maar dat is... Kunt u zich daarbij wat voorstellen? Maar hoe was het in Suriname dan? Is dat ook zo? Ze behoorden toe aan. Maar wat was een slaaf hier? Ah, een slaaf werd beschreven in de boeken van de meesters als een ding. Ja. Hij was geen mens. Een ding? Hij was een ding. Hij hoorde onder de dingen. Dat zo werd het beschreven. Pas in 1828 werd het doorbroken dat ze mensen werden genoemd. Maar de behandeling voor grootste die bleef hetzelfde. Maar inderdaad, laat ons inzoomen. Want net wat ik eerder zei, we hebben geleerd afschaffing van slavernij 1 juli 1863. Maar we moeten dat niet vasthouden. Dus als we kijken naar het instituut van slavernij en wat de koloniale overheid heeft gedaan, dan gaan we inderdaad naar 1 juli 1863. Mm. Maar voordien is er verzet geweest van de tot slaaf gemaakte mensen. En die zijn in vrijheid gegaan. Die zijn in vrijheid gaan wonen in het binnenland. Mm-hmm. Een voorbeeld, en voordien zijn er ook wel eens geweest, maar bijvoorbeeld 1690, ik dacht dat het september 1690 moet zijn geweest, heeft een groep hun meester toen vermoord na een bepaald voorval. Die man had iets gedaan met een van de tot slaaf gemaakte mensen daar. En dat pikte de anderen dus niet. Een deel is weggevlucht, later kwamen ze terug en ze hebben de meester vermoord. En ze zijn weggegaan en ze zijn in vrijheid gaan leven. Een paar jaren daarna ook weer. Hè? Dus dat zijn dan enkele van de voorouders van wat wij noemen nu de Saramakaan, dus de Saramaka-stam. Ja. Dus voor die groep was slavernij al afgeschaft, voor hun? Zij zijn al lang in de vrijheid geweest. Mm-hmm. Maar zij hebben de mensen die achter zijn gebleven, hebben ze niet gelaten. Mm-hmm. Er is altijd een geschiedenis geweest van verzet, dat ze steeds terugkwamen om de mensen te bevrijden. Eigenlijk ook zelfs tot nadat zij vredestraktaten hebben ondertekend. Eerst, er was één van 1749, maar dat is misgegaan toen. Maar waarom is het misgegaan? Dat is Het is een heel verhaal, ik kan straks erop terugkomen. Okay. Het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, sabotage. Ze hebben het bewust overtreden. Okay. Hè? Mm-hmm. En dan 1760 is er één geweest. Dat was toen met de mensen achter Auka, wat we nu noemen de Aukaners. En dan 1762. En dat was dan? Dat was dan met de Saramakaners. Maar ook daarna hebben ze nog steeds tot slaafgemaakte mensen van de plantages opgevangen en bevrijd uit die slavernij. Ja. Dus 1863 zeggen we, het is dan de mensen officieel, maar voordien leefden er al heel veel van die mensen in vrijheid. En toch horen wij, 1863 waren de mensen niet echt vrij, hè? Want dan kwam er staatstoezicht. In wezen, dat klopt. Mm-hmm. Als ik niet kan gaan en staan waar ik hebben wil, dan ben ik niet volledig vrij. Yeah. Je moest een contract tekenen met een plantagedirecteur en arbeid voor hem verrichten tegen een loon dat hij bepaalde. Mm-hmm. Want wat heeft gemaakt dat het staatstoezicht, als het ware, schipbreuk heeft geleden onderweg, is dat de mensen zeiden, het is geen slavernij meer dat jij alleen voor mij kan bepalen. We gaan samen bepalen het loon waarvoor ik ga werken. Mm-hmm. En de meester verkeerde nog in de slavernijperiode. Mm-hmm. En hij zei, nee, ik ben de baas. Yeah. Ik zeg wat je moet verdienen. En dat gaf heel wat wrijvingen, zodat heel wat mensen niet hebben gewerkt op de plantages zoals men had gewild. En het systeem is dan qua economische kant voor het grootste gedeelte dan gekapseisd. En als we nu inzoomen, vele mensen zeggen, we praten over afschaffing slavernij, we praten over kitty-kotty, maar vele mensen zeggen, akitty no kotty, echt. Is dat zo? Ja, ik denk inderdaad dat dat zo is. Kijk, het slavernijverleden, we zeiden al, het is in Afrika begonnen, wat onze voorouders betreft. Ja. Daar heb je mensen gehad die van tot verschillende stammen behoorden, ook al in Afrika.
verschillende maatschappelijke posities namen ze in. Sommigen waren leiders, koningen zoals we die kenden. En er waren ook vijanden van elkaar. Mm. En op een gegeven moment werden al die mensen genomen, bij elkaar gebracht en gebracht naar ons deel van de wereld, laten we zeggen Suriname. Dus op een gegeven moment heb je mensen met verschillende achtergronden, culturen, ook hun geloof, ook tradities heb je dan bij elkaar gebracht. En soms ook mensen van vijandige stammen geprobeerd om bij elkaar te houden hier. Dus op een gegeven moment heb je onderling ook heel veel problemen gehad. De mensen werden gedwongen om dingen samen te doen. Ze werden gedwongen om van alles en nog wat te doen. En dan merk je dat een zekere zin van wantrouwen, wat er al deels was in Afrika, want daar werden we gevangen genomen, daar werden we op een bepaalde manier behandeld. En dan komen we hier, dat je eigenlijk dat nog hebt blijven houden. Toch? De manier waarop de mensen bij elkaar zijn gebracht, eigenlijk gedwongen zijn om met elkaar te leven en te werken en dingen te doen. Dat op zich al was een verschrikkelijk ding om mensen aan te doen. Dus het is niet alleen maar het werken tegen je wil in, maar op een bepaalde manier leven. Je bepaalde vrienden of mensen met wie je zou moeten leven, dat je daartoe ook gedwongen werd om het te doen. En dat is een doorwerking gehad. Dat is een doorwerking gehad, sowieso. Ja. Nou, zo zien we waarom we zijn soms hoe we zijn. Hè? Ja. Maar welke taal spraken die mensen? Want als ze van inderdaad verschillende plekken kwamen, was er een centrale taal? Nee. Dat is een hoofdstuk apart. Mm. Als we zouden praten over de talensituatie, daar ben ik geen deskundige in. Maar we kunnen zeggen, er zijn legio talen die men praat in Afrika. Tegenwoordig is in Oost-Afrika Swahili als lingua franca. Maar er is niet alleen Swahili, er zijn ook andere talen die men sprak. Al naar gelang welk koninkrijk de macht had en dan bepaalde dingen oplegde aan de omgeving. Zo ging het toe. Zoals bijvoorbeeld, je gaat naar Nederland, dan krijg je onderwijs in het Nederlands. Je kan niet gaan zeggen, ik wil niet Sranantong of Hindi. Nee, het is in Nederlands. Dat is het, de Nederlandse cultuur is dominant. En daaruit vloeien heel wat dingen voor. Zo moet je het ook zien in Afrika. Al naar gelang welk koninkrijk. Want mensen hebben geen flauw idee. Ze denken Afrika is alleen maar waar naakte mensen hebben gewoond. En toen ze hier in Suriname kwamen, hebben ze kleren leren dragen. Enzovoort. Dus Blakamang, zat er naar Blakamang. Maar enfin, als je niet op de hoogte bent van bepaalde zaken, dan ga je op een kinderlijke wijze over praten. Vandaar dat het onze taak is om literatuur te produceren, zodat mensen het tot hun eigen kunnen maken en zeggen, ha, dat had ik nooit geweten. Ik had niet geweten dat er zulke koninkrijken waren die groter waren dan Duitsland en Frankrijk samen, zoals heel West-Europa. Dat soort dingen en wat ze allemaal hebben gedaan. In de 14e eeuw was er al een universiteit in Timbuktu, West-Afrika. En al dat soort dingen. Dan zie je dat je anders gaat moeten kijken naar Afrika en anders gaan praten. We kijken naar Afrika op grond van heel wat corrupte leiders, maar niet allemaal zijn corrupt. Ja. Want je hebt geweldige leiders gehad in het verleden en ook in het heden. Maar als we inzoomen naar Suriname, de voertaal hier is nu Nederlands. Waarom is het geen Sranantongo? Je komt op een teerpunt. Want dat gaat u te maken hebben met politiek en andere dingen gaan spelen. U weet, Nederland heeft ons hier naartoe gebracht. Ja. Niet met de bedoeling dat we in harmonie met elkaar zouden leven. Want dan zouden ze ons niet kunnen manipuleren. Nee. Nederland heeft verschrikkelijke dingen gedaan. Niet op een elegante wijze, vooral met de tot slaafgemaakten, gehandeld, dingen gedaan, zodat we uit elkaar bleven. Het is gewoon geprogrammeerd. Ja. Want vraagt u zich af, waarom moesten in 1873 mensen uit India worden gehaald? Waarom moeten in 1890 mensen uit Java worden gehaald?
Stellen we onszelf die vraag? Dat zijn wezenlijke vragen. Je weet, op school is geleerd om dat de mensen wilden, weigerden eigenlijk een beetje te werken of het werd te zwaar. Dan hebben ze mensen uit India laten halen. Kijk, om te bevestigen wat hij daarin aangeeft. Sterker nog, toen de Saramakaners in 1762 vrede hebben getekend met de koloniale overheid, was een van de artikelen van de vrede dat ze nooit mochten samenwerken met de Okaners. Oh. En niet met hen samen optrekken. Maar waarom? Dus er werd bewust gekozen om ze gescheiden te houden van elkaar, divide. Ook dat heeft nog steeds een doorwerking. Toch? Het is sowieso mocht dat niet gebeuren. De mensen hebben het wel onderling gedaan, want er waren dingen. Ze tegenover elkaar. Toch? En het was bij wet. Die wet is er nog, 1762, dat verdrag. Het mocht absoluut niet. En ze hebben daarmee toegestemd? Op een gegeven moment hebben sommige van die leiders wel. Ze hebben dat verdrag geaccepteerd en eigenlijk gesloten volgens de traditie. Een sweri waarbij bloedverbond werd gesloten. En dat mocht je niet verbreken. Wow. En als we zien wat in de geschiedenis is gebeurd, eigenlijk anno nu geldt het nog steeds. Nog steeds, die doorwerking. Ja. Wantrouwen naar elkaar toe in Suriname. Op een vreselijke wijze. Mm-hmm. En we hebben geleerd, je moet die anderen niet vertrouwen, want hij meent het niet met jou. En dat neem je mee. Mm-hmm. Tussen zogenaamde stadskreolen en mensen in het binnenland. Het is toch absurd dat een ABS een telling gaat doen en een splitsing gaat brengen. Ja. We komen beide uit Afrika. Stadsnegers. En stadsnegers en bosnegers. Ja. En dan zijn we zo trots. We zijn trots dat wij niet tot de andere groep behoren. Intussen maken we onszelf ontiegelijk belachelijk. Ja. En dan lacht men ons uit, want daar heeft men ons warm. Terwijl het niet zo is. We zijn op hetzelfde schip gekomen naar Suriname. Mm-hmm. We waren op dezelfde plantage. Een deel is weggevlucht naar het binnenland, ander deel is. Maar we zijn familie van elkaar. Mm-hmm. Laat me een voorbeeld geven, heel kort. In de Para had je verbindingswegen tussen de Para-plantages en het binnenland. Mm-hmm. En in de slavernij werd er contact met elkaar onderhouden. Mm-hmm. Tussen Para en het binnenland. Men wist dat men familie van elkaar was. Ja. Hoe kon het dat zij plotseling wonen van Miermoren? Ja. En ze hadden elkaar nodig bij de vlucht en andere dingen. Zo heeft men met elkaar samen heel wat dingen kunnen doen. Ja. Maar hoe komt het dat niemand daar ooit verandering in heeft gebracht? Ja. Die scheiding. Dat het is gebleven stadsnegers en bosnegers. Ja. Ik denk inderdaad dat hoe het komt, ik weet niet precies hoe het komt. Maar dat het fout is, dat weet ik wel. Okay. Hij gaf een voorbeeld aan van de verbindingswegen die er zijn. Ja. En weet je, dat hetzelfde schip, hetzelfde plantage enzovoort. Maar er is nog meer. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, 1730 wordt er een van de woongebieden van de Saramakaners overvallen. Mm. Later ook 1743. En wat gebeurde er? Er worden Saramakaners meegenomen. En ze komen naar de stad. Mm-hmm. Toch? Ze brengen ze terug in de slavernij. Okay. En die zijn hier blijven wonen. En die heten dan stadskriolen. Ah. Kinderen van dezelfde ouders die dan in het binnenland zijn gebleven, die zijn Saramakaners. Mm. Ik kan je de naam doorgeven van drie van ze die ik weet van ooit onze familielijn, en geprobeerd te vinden waar ze zijn. Ik weet het niet. Misschien bent u een van de nakomelingen. Toch. Zo sterk is het. Absoluut. Weet je, heel duidelijk. In één geval in onze familie. Één deel is toen weggegaan naar het Marowijnengebied en terugkomen wonen in Sarakree. Zij zijn Okaners. Wij, een deel van ons is gebleven, die zijn Saramakaners. De ene of de twee die zijn weggegaan naar de stad, die zijn stadskriolen. Ah. Hoe bepaal je nu wat een stadskriool is? Een boslandkriool of een Saramakaan of een Okaner? Ja. Als je een lijn zou onderzoeken, dus een DNA-onderzoek, sterker nog, ik heb dat gedaan, dan blijkt dus dat mijn familielijn heel veel overeenkomt met Haiti. Hm. Dus die Haitianen die hier zijn, die wij als
buitenlanders. Of die moeten er niet zijn. Die lijken juist mijn familie te zijn. Dus dat ding van het delen van mensen in wat wij nu gemaakt hebben. Stammen en etnische groepen, stadskreool en zo. Dat klopt helemaal niet. Het is iets geweest van ons koloniaal verleden. Waar we zo snel als mogelijk afstand van moeten nemen. Maar ik wil er nadrukkelijk bij zeggen, en niet via de politiek. Mm. Want de politiek heeft daar ook misbruik van gemaakt. Absoluut. En dat willen we niet hebben. We willen gewoon zijn wie we zijn op basis van onze achtergrond, ons gemeenschappelijk verleden en in sommige gevallen zelfs een DNA-lijn. Ja. Wauw. Dus zo hoor je. Dus men was reed vroeger, hè? Wat zei u? Men was wreed vroeger, hè? Nee, u zegt, men is nog steeds wreed. Oh, nog steeds? De mens. Nee, de mens ik in heb het toen over die planters, die eigenaren, de mensen die... Maar kijk, als je zo'n systeem van slavernij in stand wilde houden, dan moet je het met dit soort structuren doen. Mensen afschrikken, een arm afhakken of een been, zodat die anderen bang werden om te vluchten. Ja. Want dit gaat met je gebeuren. Mm-hmm. En dat heeft heel goed gewerkt onder onze mensen. Soms, wanneer je die verslagen leest, dan vraag je af, waren het mensen die de anderen zo mishandelden? Als je nagaat hoe men Kojomentor en Procent heeft, als het ware, gestraft. Ja. Een strafmethode heeft toegepast. En dan zat men bij te kijken en men genoot ervan hoe iemand langzaam maar zeker wordt vermoord met die klachten over pijn. En dan lachte men en alle mogelijke plezier erbij. Dat alles heeft te maken met onze samenleving. Hoe onze samenleving gegroeid is. Mm-hmm. Conjumenter en Procent zijn niet op een blauwe maandag opgestaan en gezegd, we steken de stad in brand. Ja. Het is een proces geweest dat ze konden nadenken. Want waarom hebben die andere slaven het niet gedaan? Mm-hmm. Zij konden nadenken en zeiden, we gaan de meesters in hun ziel treffen. En weet je hoe? Door het artsbezit wat ze hebben te vernietigen. Mm-hmm. En daarom hebben die meesters zulke... We zouden vredestraffen toegepast, dat de anderen het niet zouden durven om te doen. Ja. Maar het was het. Want het ging om dat geld van de meesters. Je hebt het vernietigd. Mm. Die mooie huizen, alles wat ze hadden. Dus ze laten zien, durf voet doen, want dat is aan een actief. Ja. Want wij kennen ze als brandstichters. Ja, en je weet, als je hoort brandstichter, is niet positief. Nee, dit is het negatieve. Ja. Maar dan komen we bij een punt, wie schreef geschiedenis? Mm. En dan kom je bij een teerpunt. Absoluut. Oh, wordt vaak geroepen, de geschiedenis moet herschreven worden. Maar door wie en hoe? Wij hebben heel weinig eraan gedaan mm-hmm. om onze eigen geschiedenis te herschrijven. Er moet... Ik hoop dat we nog bewuster ervan zijn geworden, dat we nu echt werk van zullen gaan maken. Ja. Wat ook speelt, is dat je mensen hebt die nog steeds er voordelen aan hebben dat die verhalen verteld worden. Zoals we al die tijd gehoord hebben. Ja. Ja. Maar het is voor ons belangrijk om niet alleen maar verhalen van wat we gehoord hebben en hoe het gegaan is, maar dat we ook, zoals wij dat hebben beleefd, ook de orale tradities die er zijn, dat we die ook gaan meenemen. Want dan krijgen we een totaal ander verhaal. Ja. Maar mag ik even teruggaan naar een vraag die toen was gesteld over de taal, waarom ze dan aan tongen? Juist. We weten dat die tot slaaf gemaakt uit verschillende delen van Afrika zijn gekomen. Mm-hmm. En dat herken je nog in sommige van de talen, hoor. Bijvoorbeeld in het Saramakaans merk je dat er nog de Fong en Bé-talen, dat je daar nog woorden in tegenkomt die je ook terugziet. In West-Afrika. Fong-taal. Wat is dat? Is het een van de talen werd gesproken in Benin. Oh, ja. Daarom is het eigenlijk dat er een ander soort accent is wanneer de mensen uit het binnenland praten. En... Sommige woorden. Okay. Sommige woorden. En daarnaast heb je het ook, ik denk ook nog bij de andere nazaten van de Afrikanen, vooral in hun godsdienst. Mm. Hebben ze een aantal van die godsdienstige termen nog
behouden. Mm-hmm. En die komen dan daaruit... Zoals noemt u dat? Anana, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld, als je als mensen betaalde, dan betaalden ze met papa money. Papa kent u dat? Money, papa. Ja. Papa. Mm-hmm. En papa is Daume. Is uit Daume, is dat gebied. Dus dat is dat geld uit dat gebied. Oh. Dat werd dan genoemd papa money. Papa je merkt money. Bijvoorbeeld sommige van de tot slaaf gemaakt of die naar het binnenland zijn gegaan, werden ze ook genoemd de groep van de papa's. Mm-hmm. En dat werd bedoeld, die groep die gekomen is uit toen de tijd Dahomey, wat nu Benin is. Okay. Maar op een gegeven moment hier werd dan met de koloniale meesters werd er een gemeenschappelijke taal gesproken. Mm-hmm. Begonnen al, denk ik al, in de periode van de Engelsen. Mm-hmm. En die taal is de communicatietaal gebleven ook toen de Nederlanders zijn gekomen. Mm-hmm. Tussen de tot slaafgemaakte en hun meesters. Ja. En die taal is later ook door vooral de zendelingen van de EBG gebruikt om literatuur in vast te leggen. De woordenboeken ontwikkeld, bijbelvertalingen, grammatica mm-hmm. enzovoorts. Waardoor het een taal is geworden die gebruikt werd door anderen. Hoewel men heeft ze nog verschrikkelijk uitgelachen. Ja. Toen die Bijbel, het Nieuwe Testament in 1828 voor het eerst zou uitkomen in Sanatoma, heeft iemand in Engeland mm-hmm. gezegd dat die zendelingen van de EBG maakte die nakomelingen van de Afrikanen belachelijk door zoiets te zien als een taal en daarin de Bijbel te vertalen. En toen was er ook in Engeland een andere meneer Greenfield, die heeft toen een verdediging geschreven over waarom het Sarana wel een taal was. En hij heeft toen een stuk uit die Bijbel die toen zou uitkomen, een stuk uit Johannes. En die heeft dat een transcriptie gegeven en netjes uitgelegd wat de grammaticale regels zijn, alles. En toen bleek dus dat het niet gaat om een talk, taki-taki, mm-hmm. zoals men de taal noemt, maar dat het om een echte taal ging. Weet je, en dat is gebleven voor ons. Nu zien sommigen het als een taal van de stadskriolen, maar dat is de taal niet geweest. Het is niet uit Afrika meegekomen, het is hier ontstaan. Ah. Ja. En de EBG heeft daar een grote rol bij gespeeld. Daar ben ik erg trots op. ik zei onder andere hoor. ik wil naar iets, waar het over je geschiedenis, hè? Ja. Hoe leuk het ook is, je geschiedenis moet je zelf schrijven. Ja. Waarom zeg ik dit? Als kleine jongen hoorden we al, ik althans, Afrika heeft geen cultuur, heeft geen geschiedenis. En dat is bij ons opgenomen. Je gaat verder studeren. Maar dan sprak je niet over Afrika. Omdat dino op historia, dino op cultuur, dan moet je maar over... Waarom dacht men dat? Dat met een bedoeling... Oh. Om jou af te houden van wat van jou is en te kijken naar het Europese. Mm-hmm. Want alles wat Europa is, dat is goed uit Afrika. Want ze hebben toch. Ik heb niet geleerd op school bijvoorbeeld. Kijk, de Egyptenaren, dat waren Egyptenaren, het waren Afrikanen. Egyptenaren, die geschiedenis is naar ons toegebracht alsof Egyptenaren een soort edele Europeanen waren in Afrika. Mm-hmm. En dat hebben we ook meegenomen. Tot vandaag de dag, wanneer men de geschiedenis van de farao's en zo onderzoekt, wordt het gebracht als een stuk geschiedenis van de Arabieren. Mm-hmm. Het is niet waar, maar daarover gaan we praten. Oh. De huidige Arabieren in Afrika zijn geen nakomelingen van de Egyptenaren. Maar dat is een stukje voor another time. Mm-hmm. Egyptenaren waren Afrikanen. En Afrikanen, zwarte, bruine en witte, hebben die piramides gebouwd. Dat is een feit. Ja, daar kan men niet aan komen. Maar wat gaat men slinks doen? Mm-hmm. Men gaat deze dingen verzwijgen. Ja. Dan gaat men niet meer praten over wie hij... Weet je wel hoe ver men gegaan is? Ben ik gezegd, het is onmogelijk dat mensen de piramides hebben gebouwd. Ja. En dan gaat een of andere mythe is op de... Aliens hebben... Want je moet zoveel kennis hebben en kunde. Ja.
om dit te doen. Het is onvoorstelbaar. Maar hoe meer ze onderzoeken, hoe meer ze zijn gaan onderzoeken. Yes. Want ze wilden weten, wie waren de farao's? Mm-hmm. En toen men zag, het waren Afrikanen en heel wat van ze waren zwarte Afrikanen. Dan praat men er niet meer over. Ja. Dan zegt men gewoon, er was zo'n farao, zo heet hij. Maar vroeger wilde men praten over de etnische afkomst. Maar die denk je dat je kan blakken maar onder de, dat in iedere morgen, dat er wordt onderzocht. Je hoort alleen maar, er wordt onderzocht. Hoe kan dat? Laten we bij een punt komen. Hoe kan dat dat in Amerika zoveel zwarte universiteiten zijn? En nog nooit heb ik gelezen dat één universiteit uit Amerika zwarte onderzoekers heeft ondersteund om onderzoek te doen in Afrika. Alleen witte professoren gaan daar om onderzoek te doen in de graven tot vandaag de dag. Dus je gaat dan, je hebt een achterstand in bewustzijn van jezelf. Want waarom wil men niet hebben? Stel je voor, dat hebben we ook in Suriname gehad. Je gaat trots zijn op jezelf. Absoluut. En waarom mag men niet zeggen dat een blanke man doet als aan dat? Want alleen maar negatieve dingen moeten we horen. Laten we erover praten. Absoluut. En dat is deze broeder ook voor mij en andere onderzoekers de taak om te publiceren. Absoluut. En dan moeten we de dingen publiceren. Ja, want daar komen we bij de rol van de kerk. Want als ik luister naar professoren, andere geleerden, dan zeggen ze, de kerk heeft ook een niet zo mooie rol gespeeld in de slavernij. Is dat zo? Klopt. Laat me dit ervan zeggen. Het is inderdaad zo, internationaal gezien, heeft het christendom een rol gespeeld in de instandhouding van die transatlantische slavernij. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Suriname, daar heb je die vroege slavenmeesters, daar had je dominees eronder. Een van ze, dominee Basseliers, de eerste dominee hier in de hervormde kerk. Hij werd genoemd een van de kleine suikerheren. Oh. Die man had zijn eigen plantage, ik dacht met 50 tot slaafgemaakte mensen. Dus hij was in het land nummer 6. En ook anderen hebben dat gekend. Dus er is inderdaad een situatie geweest waarbij de kerk, het christendom zeg ik, een rol heeft gespeeld in de instandhouding van het instituut slavernij. Ja. Ook hier in Suriname. Maar, tegelijkertijd wil ik zeggen maar, omdat je merkt dat mensen ook wel eens dan de andere kant uitgaan, dat het christendom door de kerk werd opgedrongen aan de Afrikanen in Suriname. Maar dat is ook weer niet waar. Toch? In elk geval niet voor 1828 of op weg toe naar de afschaffing. Want in die tijd mochten de Afrikanen niet komen in de kerken van de Blanken. Eén dominee heeft toen geprobeerd om dat te doen, dat hij naar Suriname kwam om de Afrikanen het evangelie te verkondigen. En hij kwam eraan. En het werd gelijk gerapporteerd aan de gouverneur wat de ideeën waren van deze dominee. En men heeft ervoor gezorgd dat binnen 2 jaren die man het land uit was. Dominee Kaals, 1731. Dus je merkt dus dat ze systematisch werden gehouden buiten de kerk. Dus aan de ene kant heeft een deel van het christendom in Suriname een rol gehad in de instandhouding. Maar tegelijkertijd was het ook niet zo dat ze het christendom hebben opgedrongen aan de mensen. Maar tegelijkertijd, alsof, dus zien de hand van God erin. Kaals werd het land uitgezet, 1731, of 33. 1735 kwamen de Herrnhutters. En die dan juist gaan werken met de tot slaaf gemaakte mensen. Je zou kunnen zeggen, de kerk, het christendom, heeft inderdaad een hand gehad in de instandhouding. Maar het christendom heeft ook heel veel gedaan voor de nakomelingen van de Afrikanen in Suriname. Meer dan wie dan ook. Maar goed, ik zie dat onze Herrnhutter, die wil daarover praten. Kijk, er staat, de waarheid zal u vrijmaken. We moeten niet bang zijn
om over het verleden te praten als kerk. Hoeven we geen dingen weg te moffelen. Ja. Slavernij was een sociaal-maatschappelijk instituut. Mm. Zo was de maatschappij ingedeeld tot 1863-73. Wilde je succesvol een bedrijf runnen in de slavernij, dan had je slaven nodig, tot slaafgemaakte mensen. Nu zijn er twee dingen. Hoe behandel je ze? Er wordt gezegd dat de EBG had wel tot slaafgemaakte, maar ze werden, Zeefuik Weiland schreef erover, ze werden als broeders en zusters behandeld. Mm. Zo spraken ze elkaar ook aan. Mm-hmm. Wat men niet leuk vond in de Surinaamse samenleving, is dat een slaaf, tot slaafgemaakte, met een blanke gaat aanspreken of omgekeerd als broeder en zuster. Daar had men bezwaren tegen. Maar enfin, men heeft zich daar niet aan gestoord. Het ging door. Zonder gebruik te maken van dit instituut was het niet gelukt om het bedrijf als Kersten tot zulke grote hoogten te brengen. Laten we realistisch zijn. Mm-hmm. Omdat het te duur was. If you bent goed, ik ben een slaaf, ik ben juring. En je moet maandelijks zoveel duizend gaan betalen, of honderd, of hoeveel meer. Je zou niet uitkomen. Mm. Dus het was aan de andere kant ook een puur economische aangelegenheid. Mm. En de economie en godsdienst schuwen elkaar niet, hoeven elkaar niet te schuwen. Yes. Maar daar is veel over te zeggen. Mm. Hoe ga je ermee om? Maar het is geweest en we moeten niet het proberen omheen te praten dat het niet zo was. Maar het heeft een reden waarom het zo gelopen is. Ja. Aan de andere kant, de voordelen die de EBG voor de tot slaafgemaakte gebracht heeft, zijn niet weinig. Ja. Reeds in 1780 werden er geschriften uit het binnenland verstuurd naar de stad. Ja. Zogenaamde slavenbrieven. Ja. Reeds in 1780. Ga na. En dat heeft gemaakt dat het onderwijspeil van de mensen met een Afrikaanse afkomst hier ontzettend hoog was. Oh. Ontzettend. Jenny Gessel Weilen is een van de laatste Mohikanen die uit het EBGS onderwijsinstelling kwam. Mm-hmm. Vandaar zijn kennis en kunde. Want men gaf aan de jongelingen trainingen, wat we vandaag noemen van smart en zo. Dat er regelmatig kwamen er mensen om lezingen te houden. En dan leerden ze ook debatteren, presenteren van, enzovoort. Een eigen mening naar voren brengen. Ja. Wel moet gezegd worden dat er botsing kwam. Mm. Want onderwijs brengt ontwikkeling mee. Ja. Ja. En die ontwikkeling betekent niet altijd dat men in het gareel van de kerk wil lopen. Mm. Dat heeft ook bij de EBG. Oh. Vele van deze jongelingen gingen Marx nazeggen, Hegel, al die grote Europese filosofen of Socrates heeft dat gezegd. En dat vonden de zendelingen niet altijd zo leuk. Mm. Niet maar, want dat botste tegen bepaalde kerkelijke leerstellingen. Ja. Maar dat is het onderwijs. Er is veel over te zeggen. Het is en blijft dynamisch, hè? De ontwikkeling gaat. Ja. U bent niet uit Herrenhutte? ja en nee. Ja en nee. Ja. Ik ben daar begonnen. Oh, ik ben daar begonnen, ja. En ook dankbaar voor wat er ook daar is gebeurd ook voor mij. Ik ben ook nog jaren verbonden geweest aan het seminarie. Ja. Waar we les mochten geven, theologie mochten bedrijven. Dus dat is dankbaar dat die goede contacten er zijn geweest. Ja. Maar ik ben verder gegaan. Okay. Ja? Ja, ja. Dus u bent geen EBG'er? Nee, niet geen EBG'er, maar wel een goede vriend van de EBG. Absoluut. Ja, ja, toch? Zo moet het zijn. Ja. Hè? We hoeven niet in één huis te wonen, maar we zijn goede vrienden van elkaar. Een heel goede zelf, ja. Er wordt nu gaan er vele stemmen op
Er moet reparation komen, er moet herstel komen, moet er plaatsvinden, betalingen moeten er plaatsvinden. Wat vinden deze heren van, daarvan? Laat me beginnen, dat kan hij me. Dus in het Saramakkaans hebben we een traditie. Mm-hmm. Dat als je naar bepaalde gesprekken gaat, moeten de jongeren eerst beginnen. Oh. Want als ze fouten maken, dan kunnen de ouderen. Ik zou dat niet horen. Meestal denken we eerst, laat die jongeren en dan kunnen ze. Dan kunnen de ouderen corrigeren. Okay. Jongeren, yes. Ga je gaan. Oké. Okay. Nou, ik denk dat, laten we beginnen met eerst te kijken naar onszelf. Hmm. Wat kunnen wij doen aan de situatie waar we ons nu bevinden? Hmm. En het niet laten afhangen van mensen, hetzij in Europa of de mensen in Afrika. Want ik zei eerder al, die zijn ook erbij betrokken. Onze eigen ontwikkeling en vooruitgang ligt bij ons en niet bij mensen. Mm. Het is natuurlijk goed dat wanneer de mensen gemerkt hebben wat er gebeurd is in het verleden, dat er gesprekken komen en als er reparaties zou zijn, zou kunnen, maar wij moeten ons niet afhankelijk stellen van wat zij voor ons gaan doen. Ja. Wij moeten onze eigen agenda opzetten. Wij moeten bepalen wat er moet gebeuren. En als er in het gesprek komt met hen, dan kijken we hoe het verder gaat. Mm-hmm. Ik bent u het eens met de jongen? Meer dan eens. Kijk, geld op zich brengt nog geen vooruitgang en ontwikkeling. Ja. Je moet weten, hoe komt het, we moeten een analyse gaan maken, hoe komt het dat we in deze situatie ons bevinden? Laat me een voorbeeld geven. Tot de jaren 60 waren in dit land veel Creole Afro-mensen in de handel. Mm. En plotseling zijn ze verdwenen. Ja. Ze waren grote bouwbedrijven. Je hoort de namen niet meer. Mm. En als we nagaan, je gaat naar de gevangenis. Dat zijn wij in de meerderheid. Mm-hmm. Dan moeten we met elkaar nagaan. Hoe gaan we tegen al deze negatieve zaken het positieve stellen? Mm. En dan moeten we een plan gaan opstellen. Met z'n allen. Want een van de dingen waaraan we lijden is, als we het hebben gemaakt, intellectueel of financieel, dan trekken we onszelf terug van de anderen. Willen we niet mee bemoeien. Mm-hmm. Het heeft soms een reden zijn oorzaak, omdat we dan niet goed meer met elkaar kunnen communiceren. Maar wanneer je goed kan communiceren, hij heeft het gemaakt, dan kijk ik, hoe komt het dat hij geslaagd is in de handel? Wat moet ik afkijken van hem, om het zo ook beter te doen? In plaats van hem tegenwerken. Juist. Dat soort dingen moeten we moeten gaan zitten. Ze noemen het comparsie, of grote volksvergadering, zet die dingen op een rij. Het gaat niet om tegen andere bevolkingsgroepen te zijn, want daar is lasting. Ja. Mm-hmm. Je moet kijken, wat heb jij nodig, wat heb jij fout gedaan? En hoe denk je op weg te kunnen gaan met elkaar? Zoals hij zei, dan zien we, onderwijs, hoe gaan we onderwijs aanpakken? Andere zaak is, na onderwijs heb je gezondheidszorg. Mm-hmm. En zijn legio dingen, de handel enzovoort enzovoort. Hoe gaan we ze oppakken? Want zomaar miljoenen in handen krijgen en je weet niet wat je mee moet doen, binnen de kortste keer heb je het geconsumeerd. Ja. Terwijl als je goede infrastructurele onderwijsinstellingen hebt, zoals de EBG had, dat je had de lagere school, dat je leerinstellingen, internaten, maar internaten waren vormingsinstellingen. Ja. Ik zei al, Jenny Gesser, een van de laatste der Mohikanen, om jonge mensen te vormen. IBG had leerlingen te huis. Daar werden mensen die op kantoor moesten gaan werken, gevormd, maar mensen die met de hand, timmerlui gevormd. U zegt steeds had. Waarom? Ze zijn, wat is er met ze gebeurd? Natuurlijk, als ze niet meer zijn. Want dat is jammer toch? Want dat waren hele goede instituten. Ja, maar na zekere tijd moet je ze weer oppakken. Okay. En mee doorgaan. Ja. En u weet, iets beginnen. Mm. Niet iedereen heeft dezelfde drive als de anderen. En als die mensen komen,
dingen kapot maken en stoppen. Je ziet dat gedoe met onze politieke leiders. Mm. Zodra een nieuwe regering komt, wordt alles kapot gemaakt wat de vorige gedaan heeft. En dan beginnen we het nu. Wij gaan het goed doen. Maar dat is, we houden onszelf achter en voor de gek. Dat moeten we niet meer doen. Ja. Je moet kijken. Als hij dingen verkeerd heeft gedaan, dan moet je zeggen, laten we leren uit zijn fouten. Absoluut. Maar laat me niet beginnen om te zeggen, alles wat de andere gedaan heeft, is fout. Yes. Want zo blijven we in dit land, in het negatieve, in een negatieve cirkel. Want ik geloof niet dat je me kan leren zeggen, de andere heeft alleen maar foute dingen gedaan. Ja. Natuurlijk. Mijn zoon zegt me vaak, pa's, die mensen hebben verkeerd gedaan, mag je ook niet goed kan praten. Dus de taak van ons is, wat hebben we nodig? Ja. Waar willen we naartoe? Ja, klopt. Hoe komt het dat Afro-mensen geen grote handelszaken hebben? Is het wat belet ons? Ja. Dat zijn die kritische vragen. En moeten we dan de dingen op een rijtje gaan zetten en met elkaar gaan zeggen, we gaan een traject aflopen. Mm. We weten dat dat traject niet in een jaar afgelopen kan zijn. Mm-hmm. We moeten een programma gaan opstellen. En met dat programma beginnen we bij de kleuterklas. Mm-hmm. En zo lopen we. En iedereen hoort erbij. En dan zie je een paar Afrikaanse landen vandaag de dag. Niet overal is het kwel en kommer. Ja. Er zijn geweldige leiders, die mannen van Rwanda. Geweldige leiders. En zo kan je volk meenemen. Mensen, Santa Boma is niet voor ons meer. Mm-hmm. Wij gaan andere dingen doen. We gaan ons bezighouden met geestelijke en materiële ontwikkeling. Mm-hmm. Want God heeft niet gezegd dat geld verkeerd is. Maar je moet je niet helemaal geven aan geld. Ja. Maar als je God je de gelegenheid geeft om het te verdienen op een eerlijke wijze, mag je het doen. Absoluut. Dan moeten we niet mensen gaan leren zoals in de IBG bepaalde dominees deed. Je noemt me Lukudin Sandat. Want dat klopt niet. Heere vraag, geen artsen schatten. Dat zijn die mistakes die we hebben gemaakt. Die fouten die we hebben gemaakt. Boy, maar de tijd is niet ons bod genoeg. Dat was echt heel leerrijk. Ik denk dat de kijkers echt heel veel informatie gehad zullen hebben uit dit gesprek. We zijn gekomen aan het eind. Tot slot, kort uw boodschap aan de samenleving. In verband met 1 juli, hè? We vieren al jaren 1 juli. We praten over afschaffing van de slavernij. Het is goed dat we weten wat we eigenlijk vieren. Het is de officiële afschaffing van het instituut, zoals het was ingesteld door de koloniale heersers. Het is belangrijk voor ons als Suriname om te weten waar we nu zijn, wie we zijn en waar we verder willen gaan. Als we dit jaar 1 juli vieren, is het goed voor ons om te kijken waar zijn we op dit moment en vooral de nazaten van de Afrikanen en waar willen we naartoe gaan. Uw boodschap. Ik zou zeggen dat ik mij aansluit aan de vorige spreker met een onderstreping dat ik vind het fijn dat we feest kunnen vieren. Ik ben niet helemaal eens met de mensen die zeggen, we moeten alleen maar gaan ernstig gaan nadenken enzovoort enzovoort over het verleden. Ik denk het ligt in het bloed van de Afro-mens dat hij altijd feest wil feesten. Ja, ja. Ook bij de dood feesten we. Dat is een kenmerk van ons. Ik ben niet eens met mensen die zeggen, dat moeten we loslaten. Mm. Wanneer je iets loslaat, wat niet krijg je in de plaats daarvoor? Ja, ja. Natuurlijk moet het functioneel zijn, dat je niet alleen kan feesten. Je hebt ook bezinning nodig. Ja. Maar die twee moeten elkaar in balance houden. En ik denk dat we daardoor de wereld hebben verrijkt. Ja. De Afrikaanse mens. Met muziek en dans enzovoort. En laten we dat positief waarderen. Want niet alleen de anderen heeft aan ons gegeven. We hebben aan de hele wereld gegeven wat het betekent blij te zijn als mens. En dat is een goddelijke gave. Amen. Nou, heel hartelijk bedankt professor Franklin Yabini en dominee Edgar Loswijk. Yeah.
U heeft mij verrijkt en ik denk heel Suriname ook. Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Graag gedaan. En kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van In Gesprek Met. 1 juli, vrijdag aanstaande, vieren we met z'n allen dus. 1 juli, afschaffing van de slavernij, kitty kotti, een heleboel benamingen. En u heeft het gehoord, we moeten erbij stilstaan van wat vieren we. Maar feit is, zegt dominee Loswijk, we moeten vieren, maar we moeten ook bezinnen. Dus doet u beide. En volgend jaar, dan zullen we elkaar ook spreken, want dan is het Biggie Jari, no? Ja, Biggie Jari voor die afschaffing. Ja. Dan had er groot feest gevierd worden. Wat dat zei jij. Dus ik zou zeggen, doe beide. Ja. Vier het, maar bezint u daar ook bij en zeg, waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Bedankt voor het willen kijken. De herhaling is morgenavond om 8 uur op kanaal 12.1. Dan ben ik er volgende week weer. Tot dan. Goeiedag.